Het is gewoon net alsof het mijn zoon is, mijn eerste kind. Hij is echt onderdeel van de familie. Ik ben Larissa en dit is mijn fluffy kat Barry en hij is 8 jaar. Kijk eens, Paul, hier is je ontbijtje met supplement voor je weerstand. Ik zou wel willen zeggen dat Bella en ik best wel wat eigenschappen of overeenkomsten hebben nu. Hij is echt wit van vacht en ik ben veel meer lichte kleuren gaan dragen. Qua eigenschappen, hij heeft mij wel wat kalmer gemaakt eigenlijk. Dus ik heb misschien meer mijn eigenschap aangepast aan zijn kenmerken. Ja, leuke rituelen of dingen die we elke dag doen, dat is wel dat we minstens één keer wel op een lekkere balkon zitten. Lekker spelen natuurlijk. En Barry laat ik echt altijd wel weten wanneer hij even een soort van me-time wil. Dan wil hij echt alleen mij. Dus hij heeft echt even dat momentje nodig van rust en lekker chillen. Barry. Ja, Barry. Die wil echt de hele dag door snacks. En heel veel. Ja, Barry. Heel veel knuffels, heel veel aardjes, heel veel aandacht. Ja, wat ik voor mezelf en voor Barry eigenlijk wel doe, is dat ik gewoon ervoor zorg dat we op tijd eten. Dat er ook altijd water is, dat er voldoende water wordt gedronken. Lekker spelen natuurlijk voor beweging. En ook lekker naar buiten voor de frisse lucht. Nou, Barry betekent echt heel veel voor mij. Het is gewoon net alsof het mijn zoon is, mijn eerste kind. En zo behandel en verzorg ik hem ook echt. Hij is echt onderdeel van de familie. Ja, Barry is wel echt heel erg lief eigenlijk. Dus misschien ik niet altijd. Nou, dat ben ik ook wel. Ik ook. Barry is... chillt hem gewoon de hele dag door. Wij vonden het heel erg gezellig, maar nu gaan we even verder chillen. Toch, Bar? Ja.